Wethouder Bert Vrinks wil bezuinigen op het jongerenproject Voedsel Shabab. Maar de VVD Nijmegen heeft gisteren vragen gesteld over deze aangekondigde bezuiniging. De liberalen kregen steun van de andere partijen uit de gemeenteraad. Voedsel Shabab is een initiatief in Nijmegen wat met risicojongeren voetbalt. En door het voetbal proberen ze om een ingang bij de jongeren te krijgen om ook op school hun best te doen en zich te gedragen in de wijk. Twee jaar geleden, in 2014, stond de financiering op het spel. Toen hebben we een oplossing gezocht. Nou, die was er voor 2 jaar met de opdracht dat Voedsel Shabab als onderaannemer bij Tandem welzijnswerk zou gaan werken. Met het idee van, nou, we licht kunnen zijn. Ze gaan samenwerken en kan Voedsel Shabab meegaan in Tandem. Nou, dat is nu gebleken dat dat niet lukt. Dus we moeten weer naar een oplossing zoeken om ervoor te zorgen dat Voedsel Shabab behouden blijft voor Nijmegen. Die keuze moeten we nog maken. En dat zal een moeilijke keuze worden. De opties zijn inderdaad doorgaan als onderaannemer bij Tandem. Dus Tandem neemt dan meer de rol van een makelaarsfunctie in. En zij vragen ons om dat jongerenwerk met deze specifieke doelgroep te doen. Of rechtstreeks als sociale onderneming onder de gemeente. Ja, er worden nu verschillende cijfers aangeleverd door zowel het college als Voedsel Shabab. Hoe zij aan hun vraag-aanbodanalyse komen. En aan de hand daarvan hopen wij als raad meer duidelijkheid te krijgen. Zodat we weten naar welke financiering we op zoek moeten. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.